branden van rechten en dergelijke, allemaal in die hartelijke welkom. Het Jossi met de in samenwerking met haar die eerst Utrecht. Ook mensen vragen zich af, hoe kan dat niet? En waarom zo'n uniek concert? Nou, het unieke, dat is vanwege het feit dat een orkest, altijd Jossi met de orkest, gelijk met ons moet spelen. U snapt, de hele voorziening van het noodschrift die is anders dan bij ons en het wordt aangepast en vandaar de moeilijkheid. We hebben daar ook vanavond uiteraard op gestudeerd. Er zijn wat arrangementenplaatsen, heel wat arrangementenplaatsen gevonden van verschillende nummers, aanpassingen ervan. En ik denk dat het best gelukt is. Dan zal u afvragen, ja, hoe komt het nou dat wij met z'n allen zo gek zijn van dat concert met die Jostiband? Nou, dat is heel erg makkelijk. Ik heb zelf ook vanuit mijn functie en vanuit mijn bedrijf nog wel eens een keer wat maken met Jostiband. En daar werd dus ongeveer 2 jaar terug de liefde gekweekt voor Jostiband. Ik heb daar op een gegeven moment steeds achteraan gezeten van nou, laten we eens proberen om Jostiband een concert samen te geven. En dat begrijp ik niet hoe moeilijk het is om het hun een datum te vinden om dus ook zo aan te geven. Op een gegeven moment waren we eruit, na denk ik 2 jaar een beetje, om in 1993 een concert te geven met dit orkest. Nou, dat is nog wat. Enfin, op een gegeven moment in 92, toen belde ze mij een keer op en zei dan, Jan, het is gelukt, ik had in februari 92, ik krijg ook nog een concert in ons geven. Maar, wij kunnen niet eerder beginnen dan september, na september, dan hebben wij ons even het jubileumconcert in Vredenburg. En vanaf die tijd kunnen wij een organisatie nemen. Ik kan u vertellen dat het door ons bestuur en door diverse andere mensen, het bestuur van Jostiband, door de tweede eventen en dergelijke orkestleiders, enorm veel werk is gezet in die afgelopen maanden. Dagen zijn we mee bezig geweest. En elke avond tot half in de nacht. Het is een hele klus. Waar wij onszelf ook het beste in gist hadden. De organisatie van zo'n zaal. Maar we weten dat het een paar keer vrij, maar 1126 plaatsen zijn verkocht. Om die allemaal te verkopen, om dat te organiseren. Nou, we hebben best een beetje feeling genomen. Die feeling zat er bij ons ook niet. En er zijn wat fouten doorgemaakt. En daar hebben we fouten en natuurlijk uiteraard veel tijd voor. Dan 150 man op de buurt krijgen. U ziet, het is een hele klus. Ook vandaag zijn we daar heel erg lang mee bezig geweest. Al die mensen, wat mij betreft was op voorhand, al die mensen die daarmee hebben gewerkt, die vandaag al heel erg bezig zijn, die de afgelopen maanden bezig zijn geweest, al vast staan over onze dak. Ik ga niet langer praten, ik denk dat ik genoeg verteld heb. Ik ga het woord geven aan onze leden spreken. Daar heb ik een vraag gezocht, ik denk dat ik iets beter kan zien. Bij het bestuur van het Jostiband-orkest en het bestuur van het Jostiband-orkest Utrecht. En als spelerleider, wij wensen jullie allemaal een heel plezier in de avond toe. Ik heb het verteld in het voorwoord in het programma. Ik denk, als je er zo voor staat, zoals deze avond, en je kijkt naar deze twee kwesties en te zingen, ze durven het toch maar te maken. Ik wens jullie allemaal heel veel succes vanavond met het concert. En ik geef graag het woord aan Marja Dijkstra. Na de pauze zult u de schrift te horen krijgen van de Jostiband.
Het stuk wat u net gehoord hebt is de jubileumtune van Louis van Doornmalen. Het was een vrij statig begin, vrij langzaam. En daarna werd het steeds vrolijker. Ik denk dat het een zeer goed stuk is. Wat u nu zult horen is een heel ander stuk, een stuk van Pepper Ford, genoemd The City of Spires. Het is de stad van de vele torenspitsen. En dat stuk heeft hij speciaal gecomponeerd voor zijn dochter. Pepper Ford is geboren in 1931 in Tasmanië en heeft heel veel gedaan als hobbyist in de Royal Marine Band. Hij heeft er 17 jaar bij gespeeld en de laatste 5 jaar ervan is hij bandmaster geweest. Op het ogenblik is hij muziekinspecteur in de Noorse Federatie van Harmonie Orkesten en is een zeer veelgevraagde gastdirigent in binnen- en buitenland. Ik hoop dat u veel plezier heeft met het volgende stuk. Ik ben Sylvia Baarsverzin met City of Spires.
De musical Les Misérables speelt zich af tijdens de oproer in Parijs in 1830. De stukken die gespeeld worden daarna is een compositie van At the End of the Day, I Dreamed a Dream, Mask of the House, On My Own en Do You Hear the People Sing. Het verhaal gaat grotendeels over Jean Valjean. Die heeft 20 jaar in de gevangenis gezeten. Hij komt eruit vrij. Hij neemt een andere identiteit aan en probeert daarin zijn eigen ik weer te vinden. Dat lukt hem vooral door een dochter Cosette die hij in feite adopteert. Hij, na zijn gevangenis, komt hij namelijk Francine tegen. Die ligt op dat moment op sterven en die vraagt aan hem of zij na haar dood de zorg wil nemen voor haar dochter. En dat doet hij. Hij zorgt ervoor dat Cosette een zeer gelukkige jeugd krijgt en het leven met haar werk. U gaat nu horen en luisteren naar een stuk uit de musical Les Misérables. Thank you.
twee gedeeltes achter elkaar. Het Anytime van de heer Evers en All Important van Warm Warmer. Vooral het stuk het Anytime hebben ze op de laatste concours ontzettend veel succes behaald. Dus ik wens u heel veel luisterplezier in het volgende stuk.
Hill University. Het is een zeer bekend werk van hem en eigenlijk is het nu opnieuw uitgebracht naar aanleiding van zijn dood. Freddie Mercury is een bekend liedzanger van popgroep Queen, maar tijdens heeft hij ook heel veel stukken gevolgd, waaronder Radio Kaka, A Kind of Music, of A Kind of Magic, pardon, We Are the Champion en Invisible Man. Tevens heeft hij een paar jaar geleden de lid gezongen met de operazangeres Cabaret. Ik wens u heel veel plezier met het volgende stuk van het orkest Bohemian Rhapsody. Thank you.
Zij heeft een beste kamer op het arrangement gemaakt. En op het ogenblik moet je straks luisteren naar Everything I Do It For You van Brian Adams. Brian Adams is op zijn 16e jaar in popmuziek gegaan en heeft in 1977 zijn grote doorbraak gemaakt. Hij heeft veel songs geschreven voor onder andere Tina Turner, Joe Cocker en Bonnie Tyler. Het stuk wat u gaat horen is uit een vrij romantische film, de film Robin Hood, oftewel Prince of Thieves, en heeft verschillende mooie melodieën voor deze film geschreven. Het stuk wat u nu gaat horen is Everything I Do It For You. Thank you.
gestorven is in de wereld. Hij heeft het volgende werk gecombineerd met muziek. Na een zeer langzame inleiding volgt een gedeelte in een zevenkwartsmaat met een nog een schommelig geheel wordt dat. Het wordt door wel heel boeiend en vlak daarna komt weer een ingetogen gedeelte wat uitvloeit in een zeer krachtige melodie. Het wordt oftewel een zeer afwisselende muziek en ik wens heel veel luisterplezier. Door de trommel. Nou, ik vraag u heel even geduld. Het is een klein moment een slagwerk gekomen. We zijn bezig om te repareren. Ik hoop het even te doen.
Christians. U zult ermee een rondreis maken, beginnende in Engeland en dan gaat u naar Schotland toe. En vandaar dat gaat u zeer langzaam naar de staat van Duitsland. U zult verder ook landen aan doen als Wals in Frankrijk, Spanje, Griekenland en uiteindelijk zult u eindigen in Rusland. Ik wens u een hele prettige wereldreis toe met een European Impression. Thank you.
persoonlijk niet, als ik dat zo zou mogen zeggen, komt eigenlijk hierop neer dat we allemaal, u, het orkest, dat we allemaal een toekomst hebben. Dus we zouden wij ook eenmaal geloven. Magrietje.
hebben in ons midden een meisje met klompen. We hebben ook in ons midden twee emmertjes. En hierachter is er naast bier ook water. Dus we gaan spelen, twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen, meisjes op de klompen, meisjes op de houten leggen, ruim het om een straatje heen. Dat was vet, ik kom straks. Ga even naar Margreet. Dames en heren, ik wil even aan u voorstellen, onze violiste Margreet Antoinette. Jij bent inmiddels televisiester geworden, hoe komt dat? Nou, de hoeveelste keer zijn we al voor de televisie geweest, Wim? Ik denk een keer of 6, 7. Zeker wel. Wat zeg je? Nee, dat kan niet. Straks nog even later. Nou, we zijn van oude, nee, alle 25, ik ben al 25 jaar lid. Van de Jossie-bund. En ik ben in 1966 in Nieuwveen begonnen. En toen was de directeur, meneer Nachtegaal, die vroeg, heeft u zin om lid te worden van de Jossie-bund? Ik zei, heel graag. En toen was Wim Brussen er en die zei, dan zal ik zorgen dat de viool van Haarlem naar Nieuwveen komt. En dat is ook zo gebeurd. Ja. En we gingen ieder, was het niet op woensdagavond, Wim, op het gedeelte van de therapie. En het was altijd een gezellige sfeer met meneer Van der Scheer erbij. En ik hoor me, en we hebben toen nog eens in de binnentuin gespeeld, weet je wel, Wim? Ja, we hebben ook nog alles gedaan, hè. En die grote horen dat die kerstboom eruit kwam, weet je dat nog? Straks kom ik wel bij jou, maar het gaat over de kinderen.
Ja, maar weet je, we hebben nou al gereed. Frits komt het straks bij jou afgesproken. We hebben maar 100 meter bij ons. Thank you.
Thank you.
stijgende lijn door. En Rijn, wat denk je? Wil je nu al iets laveren? Wil je nu al iets vertellen? Ja? Wat wil je dus? En zingen. Ga maar een show doen. Dames en heren, ik speel alles uit mijn hoofd en dat is mijn gave. En dit is mijn nieuwe accordeon. Nou krijg ik de nieuwste accordeon van de nieuwste. Er zit synthesizers in, er zit honderden soorten ritmes, elektronische akkoorden. En dan hoor je orkest er doorheen klappen, een digitale accordeon. En ik zal niet vertellen hoe duur, maar je zal wel echt een Mercedes kunnen kopen. Maar de andere kant is, het is zo luxe, maar wij moeten ook meer aan de kinderen denken van de Kenia. Hoe heet die programma op de televisie van die kinderen? Is het goed doen? Wim Brugge, zullen wij eens een keer voor goed doel spelen voor al die kinderen in het land? Zullen we dat doen? Oké. En dan speelt even een stuk lied. Dit keer niet uit Oostenrijk, maar nu een hele mooie lied. Hij gaat wel, hoor. Smiling's mother fellow was but a swimming snow at my heart, which marred for which marred free. I read my first mother's spy. All of me with smallness must array. Be thomas, why the rock might be yours, was my rest my heart in the spring. Was for no smiling could make a new Elvis. Love me, David, love me. Oh,
elk geval, de inbreng van die liedjes is er ook steeds. Waar we nu mee bezig zijn, aan het instuderen, is dit nummer.
dames en heren door. Want dat is het beetje het, wat ik u toch even eerlijk moet zeggen. U begrijpt dat ons orkest is altijd gebonden aan het eindtijd. Soms loopt het programma wel eens uit, maar dat is dan nooit aan ons toe te schrijven. Wij hebben een einde, dat wil zeggen, wij hebben een deadline voor vertrek met de toerenkast. Want als we in Zwammerdam aankomen, straks, dan staan er allerlei taxis en kleine busjes klaar. Want van alle orkestleden, u weet, vanavond zijn er dus 100, nee, bij het concerten buitenshuis, gaan er normaal 100 van de 170 leden mee. En dan zegt u van, dat is zeker de beste. Nee, we hebben dat keurig dikjes gedeeld, want u begrijpt, een orkest van 170 zijn ze allemaal goed. Dus het maakt echt niet uit hoe je dat selecteert, maar we moeten er toch om. Kijk, we hebben geen twee violen en we hebben maar één rijk bij ons. Die mag dan mee, dat is begrijpelijk. Maar voor het overige moet u gewoon voorstellen dat, er dus, dat we daarin wisselen. Maar terug even naar het verhaal. Dus wij hebben zoiets van Lian, die heeft een keurige rijschema gemaakt. En dan is het met de chauffeur overlegd. Zo laat moeten we weg uit Utrecht. Dan zijn we zo laat uit in Zwammerdam en dan staat iedereen klaar en dan gaat het nog eens meer. Dus dat u dus niet van ons verwacht dat wij een langer programma maken, dat kunnen we helaas niet. Nou, terug even naar een paar andere dingen. U merkt dat het hier een geweldige toestand is, hè, met geluid, met allerlei zaken. En ik wil even aan u vragen, we hebben zoveel medewerking gehad van de technici hier van het Jaarbeurs Congrescentrum. We hebben medewerking gehad uiteraard van onze eigen technici. Dat moet altijd lekker samengaan. En u kunt zich voorstellen dat alles wat hier op het podium staat via een lift zo vanaf de achterkant op het podium terechtgekomen is, opgesteld. Ik zou eigenlijk willen vragen voor alle technici hier vanavond aanwezig, van wel Jos die bent als van het Jaarbeurs Congrescentrum, een heel graag warm. Die Mars, dames en heren, die bracht Rijn mee uit Oostenrijk, want die gaat ieder jaar heen. Die zei, Brussel, als nou zeggen, ik heb dit gehoord. Uit Eerland. En, Rijn speelde voor, R&D mee. Wij wonen ze in de Zwaluw, Bodegraven. Even houden, de Zwaluw, Fredo. En toen hebben we het ding ook op onze CD opgenomen, dames en heren. Want u heeft gezien dat we hier ook een platenkraam hebben staan. Ik hoop dat u inderdaad nog hebt gezien. Begrijp dat. En toen zei Rijn, ik heb een stukje mag ik het inspelen op de band. Dat hebben we gedaan, later hebben we er wat meegemaakt. Maar dan wisten we geen naam. Hij woont op de Zwaluw. Daarom gaan we nu luisteren naar de Zwaluwmars. Thank you.
De laatste, dames en heren, die we voor u alleen gaan spelen, dat is het lied van het land waar Rijn van droomt. Maar die vindt dat de mooiste vrouwen wonen. Heeft u zelf gezegd, let u eens even op, daar achter dat instrument, daar heeft u nog niet gezien. Daar gaat nu Paul Jansen heen. En die gaat op zijn koepel, u heeft hem ook gezien in de televisieuitzending. Alle nummers, dames en heren, die we al eens hebben gespeeld vanavond, die staan op onze nieuwste geluidsdrager. En ik moet u vertellen, na de televisieuitzending hebben we meer als 7000 telefoontjes gehad. En meer als 9000 bestellingen. Dus u kan nagaan dat het helemaal als een trein loopt. Waarschijnlijk heeft u hem ook al. Maar als u nog niet hebt, u weet het, voor ons instrumentenfonds altijd goed. Grammofoonplaten, bandjes, alles is in de hand krijgbaar. Mag wel eerlijk een klein beetje ervan maken. Zal het niet meer doen. Paul, wil jij eens even laten horen wat er gaat gebeuren? Dan kan Gijs hem ook even afleveren. Paul, mag zo. En nu die eentje met het kleine glaasje. Oh, dat is een glaasje. We hebben geen glaasje daar. Prima. Het is goed. Dames en heren, dan gaan wij voor de glaasje niet alleen. Daarna gaan we met de muziek verder. We hebben nog 3 nummers in petto die we gezamenlijk gaan doen. Dus het is nog niet afgelopen. Ik wil even het allerlaatste wat ik zeg namens Jos die Bent. Toch even de muziekvereniging, de Utrechtse Harmonieorkest, onder de muzikale leiding van de voorzitter. Ja, want het mag best wel toch wat heeft die man eraan gewerkt. Toen bij sprake 14 dagen geleden zei, ik had wel een beetje pijn. Kijk. Ze gaat het goed, joh, gaat toch goed. Ja, ja, maar we moeten het heel goed leggen. Hè. Dat is ook wel zo ruim. Het is heel goed om te regelen. En de muziekvereniging nodigt ons toch maar uit. Maar niet er toch maar aan. Goed, dat vind ik heel fijn. Maar ik wilde, naast dat ik heel veel bewondering heb, nou, wij veel bewondering hebben voor de muziekvereniging, heeft u ook gezien dat wij ook een hele stad mensen die niet in beeld komen. Denkt u aan Lian, die daar tegen staat, Annemiek. En dan noem ik nog 2-3 dames die erachter zitten. Dan die meegekomen zijn van de Lutthof, van de vaste begeleidingsteam vanuit de verplegingsdienst. Want dames en heren, als er wat gebeurt, moet er toch altijd iemand zijn die weer de spullen in huis heeft. Allemaal zijn ze, en ik zou u willen vragen voor de mensen die op de achtergrond van het orkest zo ontzettend veel goed werken, wilt u die eerst een applaus geven? Dan wil u wel. Thank you.
hebben we iets moois voor. Een heel oud lied. En ik kom wat terug op eerder verteld dat je sommige muziek zo moet maken dat je alles mee kan spelen. Dat is een heel ander uitgangspunt. En dat gaan we. Hallo. Oké. Dan moet je opletten. Lian, en dan geef je in het orkest aan welke toon moet worden ingedrukt. Die kunnen alle keyboards die nog niet het moeilijke stuk hebben ingestudeerd meespelen. Bovendien doen we mee met de muziek. Luistert u maar. Thank you.
dames en heren, heel snel met de walspoppen. Daarna, dat is het einde en tenslotte voor de organisatie.
voor al het orkest. Driemaal lang zullen ze leven in de gloria. Thank you.
Deze mensen, dames en heren, die maken het voor ons steeds mogelijk om met elkaar muziek te maken. Vier mensen van de Jostekent. Dat zijn mensen die dus altijd in het licht staan. En de heer Bus heeft het straks al gezegd. Er zijn een heleboel mensen die werken achter de coulissen. Ook bij ons als Sarajevo-kist werken er een heleboel achter de coulissen. Mensen die oude papieren verzamelen. Mensen die iedere dag de instrumenten vervoeren of iedere keer. Mensen die ons lesgeven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mijn excuses voor degenen die het vergeten. Want ook onder de leden zijn dezelfde mensen die heel, heel hard werken in zo'n vereniging. Die heb je ook nodig. Maar de amateurvereniging om snel te houden, dat is heel erg moeilijk. Ook het Jossie Bent Orkest, wat daar een gewoon amateurorkest is. En dat is ook heel moeilijk om daar alles weer mee te bereiken. Ik ga u een liefde voorbeeld voorstellen aan de Kamerstraat. Corre Pullen, onze eigen instructeur van het Wieland Orkest. Daarnaast René de Jong, instructeur van Drummen. Louis Normale, dirigent van ons orkest. Dan krijgen we. Is niet aan de bal. Annemarie Pol, een van de leiders van het Jostekent Orkest. Vandaar ook dat ik die ken, want ze kreeg altijd op de achtergrond. Ben Rietveld, de dirigent. Torkeersleider, Pim Brussel. En ook een torkeersleider stuk, Jan Verbrugge. Ik heb afgelopen maanden, en dat is vanaf vorig jaar augustus zo'n beetje, met deze mensen enorm veel contact gehad. Ik heb het ook in het voorwoord geschreven, als ik met de Jostie bent omgaan, dan ben je dicht aan een muzikale relatie. Nou, dat is eraan gekomen. We hebben enorm veel werk gezet, enorm leuk werk gezet, veel contact gehad. Ik dank iedereen, zowel van de Garnier-orkest, althans deze mensen die orkestleiding hebben, en van de Jostie bent orkest, hartelijk voor al hun inzet, voor alles wat ze voor ons gedaan hebben. En ik wil in eerste instantie voor hun graag een heel hartelijk applaus. En uiteraard wil ik zonder niet vergeten dat al die mensen, want deze mensen hebben dan wel de leiding, maar die kunnen het niet zonder ons. Dat lukt ze nooit. Want als ze in eentje staan en ze moeten dan muziek gemaakt, zijn ze ook voor jou, dat ze doen. Daar zitten de mensen die het moeten doen. Hier van het Jostie Bent Orkest en daarachter van Harmonie Kazinken. Ook voor hun graag een hartelijk applaus. We gaan op hier staan hoor. Mooi. Ik wil graag al deze mensen, en dan ook die mensen van het orkest, of die willen wij als bestuur, graag bedanken met een bloemetje. En wij hebben als het bestuur, en wij in ieder geval voor deze avond een aanleiding gekocht voor al die mensen die mee hebben gewerkt in het Jostie Bent Orkest en in het Harmonie Orkest Utrecht. We hebben iedereen een beetje gekocht, er staat een notenpalk op en er staat een herinnering: Concert Harmonie Orkest Utrecht, Jostie Bent Orkest 22-92. Deze mensen! Wij geven deze mensen alvast deze beker en de bos bloemen. Dat is voor jullie allemaal, jullie krijgen straks allemaal een beker. Als jullie in Zwammerdam en in Zwaren en waar ook zijn, dan worden ze uitgedeeld. Dus ik krijg allemaal deze beker, die geven we mee aan de bus, van de bussen. Dus dat komt voor elkaar. Onze eigen mensen krijgen ook allemaal een beker, die mogen straks ook meenemen. Iedereen, hartstikke, hartstikke bedankt. En ik ga eerst even overrijden van bloemen. Ik vraag maar niet aan, was het in ieder geval de heer de bloem, de winkel en de dame. Thank you.
maar weet ik nou hoe dan met onze leden spieken. Dat is gelijk. Dat is de onze Marianne. Marianne heeft vanavond voor het eerst voorstaan bij een orkest om dat te gaan presenteren. Ik vind dat ze het grandioos gaan. Heel hartstikke bedankt voor de medewerking. Ik geef ze nog één keer een warm applaus. Het is niet mogelijk, jammer genoeg. Om in een volgende plaats. Kijk, we zitten zoals jullie zeiden, met de bussen. Iedereen, ook voor jullie. Hartstikke bedankt voor jullie komst. Ik hoop dat allemaal voor jullie te zien. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. De mensen die nog willen blijven, die mogen nog op de projectplaats gaan. Ik heb nog een bel. En zangeres. Dus die kunnen nog tot 12 uur doorgaan. Nogmaals iedereen bedankt. Wel thuis en heel veel met weekend.